Yo, kijk van een IMT. En dan ben ik een nieuwe aflevering van House Flipper. Vind deze aflevering nu al leuk? Laat wel een like achter, vergeet niet meteen te abonneren. En dan gaan we snel beginnen. Ik heb uitgezocht hoe je moet painten. Het is echt zo omslachtig. Ik moet dus gewoon zoeken op de kleur. Dromerig blauw. Meerdere kopen. Ik denk niet hoe ik dat nodig heb. Kijk, ik moet dus op naar innemen en dan moet ik dus gaan verven. Zoals je ziet, dat duurt best wel even. Dus ga ik ook nog. Jee, alles is voltooid. Verwijder. En een beetje geld terug. Wij zijn klaar. Voltooien. En een nieuwe pilaat te random. Nou, nog een klein extraatje gekregen. Maar kan ik niet het huis daar gaan kopen en verkopen? Ik zou deze kunnen gaan kopen. Gewoon eens proberen. Huis kopen. Je hebt een huis gekocht. Dus we gaan deze hele huis even gewoon opknappen. Aan de linkerkant zie je de miniaturen van de kopers. Van tijd tot tijd zullen commentaar geven op de acties. Besteed vooral aandacht aan degenen aan de top, hoe hoger ze zijn. Hoe meer bereid zijn te betalen voor dit huis. De waarde van het huis verhogen kunt u deelnemen aan de tuinwedstrijden. Nadat u op enter heeft gedrukt. Gebruik de schop om molshopen weg te halen. Maar let op, de boosaardige mols zal steeds nieuwe maken. Totdat je hem vindt. Laten we eerst het huis een beetje schoonmaken. Want het is echt in hele slechte staat. Hemel, wat een rommeltje. Ja, dat weet ik. Dat wil ik aan het schoonmaken. Pick up de stofzuiger. Kom hier, stelletje kakkerlakken. Dus de deur even dicht doen. Hoppa. En dan gaan we even iets anders vasthouden. Wat meer schoonmaken. Oké, dit valt allemaal nog wel mee verder. Dat is zo goed als schoon. Ja, opgeruimder. Dus beginnen met schoonmaken. Nog een beetje anti-schimmel moet ik zo meteen hierop smeren. Deze koelkast moet zo eruit. Nieuw aardje moet erin. Die doet het. Kijk eens aan. We gaan de ramen even schoonmaken. Wat is dit dan weer voor iets raars? Ik dacht, we kunnen hier naar boven toe. Dus dat gewoon twee ramen zijn. De buren zullen toch wel blij zijn dat iemand eindelijk iets schoonmaakt van dit huis. Het is echt een puinhoop. Maar dat is ook echt letterlijk allemaal gewoon schoon. Je ziet wel dat het echt gewoon steeds netter wordt, het huis. En dat is wel heel wat waard. Er moet hoezo een nieuwe gootsteen in. Misschien ook wat nieuw tegelwerk. Dus dit gaat wel meer dan 5000 nog kosten. Dit huis. Oh, misschien ook niet. We gaan het gewoon proberen. Dat we hier gewoon voor kunnen krijgen. Het wordt wel allemaal steeds iets schoner. En dat is wel heel belangrijk. Hoe schoner, hoe beter. Maar bij een schoon huis kun je ook gewoon goed beginnen. Kijk, dan moet ik gewoon nieuwe deuren in. Allemaal schimmel. Wat kan ik trouwens doen tegen schimmel? Niet heel veel zo te zien. Hier ga ik sowieso niet heel veel krijgen. Wat kan ik doen tegen... En hier moet ik sowieso een verwarming plaatsen. Elektrische verwarming. Nee, een radiator. Even installeren hier. Ik zou mijn huis naar de veiling kunnen doen nu al. Maar ik wil dat wel even netjes doen. En kijken wat ik kan uit winst kan gaan halen. Nog een radiatortje. Nu kopen. Installeren. En ik weet alleen niet hoe ik de schimmel eruit krijg. Dus ik denk even moeten googlen. Dan weet ik dat dus ook. Verwijder die objecten. Klein beetje geld voor. Wat moet hier dan komen? Een radiator. Dacht ik al. Hop. En installeren die hap. Ik moet naar een stroompunt komen. Stopcontact. Plaatsen. Plaatsen. En deze aanschroeven. Dat ik hier echt met een schoonmaakdingetje doorheen moet. Heel langzaam al wat meer water. Je moet opnieuw gaan stukken door, zo te zien. Allemaal opnieuw gestuukt worden. Dat is even heel belangrijk. Ik kan beter even mijn skillpunten even snel intypen en doen. Skillpunten zei ik. Voordelen. Schoonmaken. Dus kan ik nu iets sneller schoonmaken. Dat scheelt alweer wat tijd. Dus dat raam wassen. Dit vind ik echt zo'n rare minigame dit. Je kunt zeggen wat je wil, maar het is niet echt logisch. De besturing. Ik vind de besturing heel raar. Als ik het eerlijk mag zeggen. Ik wil een muis maar gewoon vasthouden. Dat het gewoon zo langzaam gaat. Oké. Ik doe zo nog een klein beetje stukken door hier weer. Zometeen. Mijn muismat weer vasthouden. Ik kan ook gewoon kiezen om te gaan verven. Dat is ook een heel eind. Er is best wel wat vuil. Ook het plafond. De deuren moeten zo geverfd gaan worden. Dit raam even snel wassen. Op, dan gaan we zo naar boven, naar beneden. Dan doe ik zo meteen de tuin nog eventjes een keer mooi maaien. En dan krijgen we weer een heel mooi huisje. Wat geschikt is voor verkoop. Ander keukentje erin. Misschien een andere toilet. Hoezo is die badkamers een beetje netjes maken? Dus we gaan verven. Ik wil nog wat sneller kunnen verven zometeen. Ik wil dus even tegels. Dat is een wand. Donkergroen. Ik had echt wel wat meerdere nodig. Voor dit hier. Als dit er ongeveer is. Alleen hoe kan ik tegels erop gaan zetten? Tegels en behang. Ik ga hem erop zetten. Oké, we gaan hier snel verder. Maar ik vind die boze gast wel best wel veel op Trump lijken. Qua kapsel. Kan aan mij liggen. Jee, nieuwe klusjes, man. En ja, die ga ik zo meteen echt nodig hebben. Maar ik ga eerst deze even weghalen. Die gaat weg en dit gaat ook weg. Wat een schone woning. Geen badkamer, ben je serieus? Jongen, daar ben ik niet mee bezig. Mensen ook. Moet er geen badkamer uit, in huis. Ik ben ziek bezig. Dit is een badkamer. Ik zeg geen badkamer is. Ben ik al klaar? Nee, dat is niet zo. Oké, bijna klaar. Een hele nieuwe vloer erin. En ik wil ook de keuken een beetje dezelfde dingen, hetzelfde design geven aan de achterkant. Laten we eerst even een ander vloertje erin leggen. Een vloer. Nee, een plavuis. Hoe typ je dat? Plavuis. Oké, tegels dan. Nou, dan gaat het serieus gewoon zo. Oké, laten we nou nu zo snel mogelijk die badkamer in elkaar zetten. Dus, we willen dus een... Nee, we gaan eerst een stukje door. Het plafond moet nog goed gedaan worden. Ik ga het er zo schoon krijgen. Ja, kijk, dit is al best wel netjes schoon. Oké, ik wil dus een wasbak. Wil ik hier dus hebben. Die gaan we even installeren. Nee, we gaan eerst deze even aandrukken. Oh ja, natuurlijk, moet zo. En dan weet ik al wat ik ga doen. Ik ga de volgende aflevering die douche gaan monteren en het toilet. En daarna gaan we proberen de rest van het huisje op te knappen. Dus in ieder geval vraag aan jullie, laat een like achter. Vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg!